En ik denk in het veld dat ik het verschil enigszins nog kon beperken, ook in de afdaling en in het veld dat bergop ging. Maar op de kassei speelt zijn gewicht dan wel het voordeel. Ook bij Lars denk ik, dat zijn twee lichte jongens. Met mijn gewicht van 75 kilo moet ik toch net iets meer en iets harder duwen op die pedalen. Maar een Eli die momenteel wel heel goed is, die kan op alle parcours wel uit de voeten. Misschien is zand aan zijn werkpunt, maar zoiets als vandaag, dat is op zijn lijf geschreven. Jij komt dan vrij snel bij hem, neemt over in het begin van de wedstrijd. Terechte bedenking van Michel Wuits zo net. Zou je daar spijt van kunnen hebben? Of zeg jij, nee, ook al had ik niet overgenomen, was hij nog vandaag van ons weggereden? Ja, ik denk dat hij sowieso wel zal weggereden zijn. Uiteindelijk is het soms een beetje zijn tactiek om even wat trager te rijden en daarna weer te versnellen. En dat is net wat ik soms wat minder graag heb. Dus het moment dat ik op kop rijd, ben ik zeker niet sneller aan het fietsen of zo. Ik denk dat ik mijn eigen tempo daar nog hou of hij dan voor mij of achter mij rijdt. Dan maakt het op zich weinig uit. Er staat geen windberg op tegen 10 km per uur. Of misschien gaan we zelfs nog trager op dat moment. Dus ik denk dat hij het verschil telkens kan maken op de kasseien. Behalve in de laatste ronde. En daar ben ik dan wel super tevreden over dat ik dat verschil van een 40-tal seconden terug naar een dikke 20 kan brengen.